MTB CycleTech Code, de ingebruiknamen. We beginnen met het display, dat is er eventueel af te nemen door het display te draaien, naar boven halen, terug erop steken, dwars zetten en terug vastklikken. Fiets inschakelen, op de afstandsbediening bovenaan is een knop om in te schakelen. Eventjes inhouden en dan zal de fiets opstarten. Dit vraagt eventjes tijd, maar je kan tegelijkertijd kan je al beginnen gaan te fietsen. Het display is voorzien van de lichtaanduiding bovenaan. De 45 per uur versie heeft een groot en klein lichtfunctie, maar het licht kan je niet uitschakelen. Het staat altijd aan bij de 45 per uur. Bij de 25 per uur is die schakelen gewoon in- en uitschakelen van het licht. Of het licht in- en uitschakelen kan dan ook via de afstandsbediening gebeuren, linksbovenaan. Maar zoals net gezegd, bij de 45 per uur staat het licht altijd aan. Rechtsbovenaan het display heb je het uur, in het midden de snelheid, links onderaan de vulling van de batterij en rechts onderaan de stand van de ondersteuning. Die stand kan je gaan wijzigen door de afstandsbediening plus of min gaan te drukken. Er zijn 5 standen, 1, 2, 3, 4, 5. Maar het kan ook zijn dat stand 1 de krachtigste stand is of stand 5 de krachtigste stand. Dat kunnen we zelf gaan instellen naar wens dat de klant het zelf wilt. Dus 5 standen van 1, ofwel de hoogste of de laagste stand, en dan opgaand of afgaand naar 5, de hoogste of de laagste stand. Terwijl je aan het fietsen bent, kan je ook naar min gaan en dan krijg je recuperatie. Dan heb je min 1 en min 2. Dat moet je doen terwijl je rijdt en dan de minknop indrukken. Blijven indrukken tot als je min 1 of min 2 is. Dan gaat hem afremmen op de motor en de batterij terug opladen. Het display heeft ook nog functies van totale kilometers en dagkilometers. Dat kan je gaan bedienen door de afstandsbediening links onderaan aan de zijkant. Dat is een knop, setknop. En dan krijg je op display afstand, de dagkilometers, de tijd dat je gefietst hebt. Drukken we nog eens. Kilocalorieën, RPM, dat is het cadans, de trapomwentelingen van de voeten. En dan terug het hoofdscherm. Die knop op het display is een touchscreen, het vierkantje. Dan kan je eventueel in het menu gaan. Als we dan op trip klikken, kunnen we eventueel de kilometerteller op 0 zetten. Terug gaan. Verbinden. Er zit nog een functie in om een smartphone gaan te verbinden, maar dus op dit moment is dat nog niet actief, dus hoef je nog niet te proberen. Inspectie, hier zien we welke onderdelen er allemaal op zitten. Totaalkilometers kan je ook zien en de softwareversies van alle onderdelen. En dan instellingen, hier kan je het uur en de tijd en de datum gaan instellen. En de eenheden, kilometer of mijlen per uur. En ook de batterij, de vulling en actieradius die je eventueel kan doen. De cockpit van de Code. De Code heeft altijd pinionversnellingen in 6, 9 of 12 versnellingen. Die mogen altijd bediend worden, stilstaand, trappend, dus je kan niks beschadigen. Zoals er net al gezegd, bij 45 per uur zit er hier een groot of klein lichtfunctie. Hè? Maar kan je niet het licht mee afzetten, is gewoon keuze klein of groot licht. Midden het display, afstandsbediening en dan de klaxon bij de 45 per uur. En dan bij de 45 per uur ook de spiegel erop. De vering vooraan is voorzien van een lockfunctie. Dus die kan je gaan blokkeren, maar dan heb je geen vering of ze gaan loszetten. De druk van de vering kan je aan de linkerkant instellen met een speciale pomp om veringen op te pompen. Het principe is eigenlijk dat je de vork zit, aan de rechterkant van de vork zit een blauwe ring. Die druk je naar beneden. Dan ga je op de fiets zitten. Niet drukken op de vork en onder eigen gewicht gaat de vork een beetje ingaan. En het is eigenlijk de bedoeling dat deze ring tot een centimeter, tot maximum 2 centimeter ingaat. Van het moment dat die ring hoger naar boven wordt geduwd, staat de vork te licht, gaat hij bijna niet in, staat de vork te hoog van druk. Het principe is ongeveer als je 80 kilo weegt, moet je er 8 bar in zetten. Weeg je 70 kilo, is het 7 bar. Dus dan zit je bij benadering goed.
het voorwiel uithalen. Heeft een speciale snelspansysteem van Suntour. De hendel losklikken, maar dan is het niet zoals bij een andere snelspanner. Deze niet, zeker niet helemaal losdraaien, want dan beschadig je hem. Dus je drukt hem in, kwartslag naar rechts en dan kan je de snelspanner eruit trekken. Terug erin duwen, opentrekken en kwartslag naar links en automatisch kan je hem vasttrekken. Dus zeker nooit deze volledig losdraaien, want dan is hem onherstelbaar beschadigd. Als je het wiel eruit haalt, denk er altijd aan dat er niemand aan de rem mag trekken, want dan kunnen de klauwen dichtgaan. Of je moet er kunststofblokjes in steken om ervoor te zorgen dat de klauw niet kan dichtgaan. Die worden meegeleverd met de fiets. De bandendruk voor de banden staat altijd op de band genoteerd. Deze band is aan 2 tot 4 bar. Meestal adviseren we rond de 3 bar bandenspanning. Maar je moet zelf een beetje rekening houden. Als je voor uw lengte toch vrij zwaar bent in vergelijking met andere mensen, zal je eerder meer naar de hogere druk moeten gaan. Ben je lichtgewicht, dan mag je zelf nog iets lager in druk gaan. Wel opletten dat je nooit niet oppompt naar de maximumdruk, bijvoorbeeld deze fiets 4 bar, dat je hem niet volledig op 4 bar zet. Want het kan zijn in de zomer als het heel warm wordt, dat de druk iets hoger wordt en dat de band zelfs gaat ploffen. Dus beter met een band van 4 bar, maximum 3,7 bar erin pompen. Batterij opladen. Ervoor zorgen dat de knop op de lader afstaat, op nul. Dan eerst het stopcontact insteken. Dan steek je de laderplug in op de batterij. En dan pas als laatste gaan we de lader opzetten en op 1 zetten. En dan zal hem beginnen gaan te laden. Hetzelfde weer als je de batterij wilt afkoppelen. Eerst de lader afzetten. Stekker aan de batterij uittrekken en dan pas in het stopcontact uittrekken. Batterij eruit halen, dat is met dezelfde sleutel als van het slot. De slot vastmaken. Sleutel steken we aan de rechterkant van de fiets erin. En dan is er een klep aan de batterij die je moet lostrekken. Goed opletten dat de batterij niet uit de handen schuift en op de grond valt. Kan je de batterij eruit nemen en dan kan je de batterij weer hetzelfde gaan opladen als daarnet. Maar dan kan je ze mee binnennemen. Wel opletten met een batterij, dus als je langere tijd niet gaat fietsen, de batterij niet vol wegleggen, niet leeg. Hè. Half is het beste en ook weer naar temperatuur toe. Niet te warm, niet te koud. De kamertemperatuur is het beste altijd voor een batterij om ze te bewaren. Dus als je op het werk komt, het zou de ganse dag gaan vriezen, is het best van de batterij eruit te nemen en ze binnen te leggen. Om de levensduur van de batterij te gaan verlengen. Dus als de batterij opgeladen is, zal je merken dat de 5 lampjes op de batterij aan zijn volledig. En dan kan je ze terug in de fiets gaan monteren. Dus insteken en gewoon de batterij erin klikken. En sleutel vastdraaien. Altijd opletten als je fiets gaat vervoeren op de fietsdrager, batterij eruit nemen. Wettelijk gezien mag zelfs een batterij niet in de fiets zitten als je hem vervoert. En leg ze dan in de wagen en zorg ervoor dat de batterij daar in de wagen ook veilig ligt. Dat ze niet kan heen en weer gaan in de wagen. Dan de riem. Is onderhoudsvrij, dus moet je niks aan doen. Gewoon af en toe is afwassen met water. Hè. Je moet niet smeren, geen siliconen aansmeren. De spanning, normaal een riem rekt niet. Hè. Dat is ongeveer de juiste spanning. Wat er wel kan zijn als de tandwielen gaan slijten met de tijd, kan het zijn dat de riem een beetje losser komt. En dan moet er bijgespannen worden. De eerste nazicht is op 1000 kilometer, dat is gratis, daar kan je op wachten. En dan de volgende nazicht is om de 5000 kilometer. Ook weer voor de remmen. Daar kan je zelf wat onderhoud aan doen. Zeker nooit geen olie aan doen of opletten met bepaalde onderhoudsproducten. Wat je wel af en toe mag doen is de remschijven gaan reinigen met een reinigingsalcohol of speciale remontvetter. Dat om ervoor te zorgen dat de fiets goed blijft remmen en de remblokken langer meegaan. Dus met een doekje met reinigingsalcohol of remontvetter, dat mag je zelfs om de paar honderd kilometer gaan uitvoeren. Het wiel uitnemen is... Een steekas, deze losdraaien, as eruit trekken en dan achteraan zit er een stekker, elektrische stekker, die je nog moet lostrekken op de fiets. Zit tussenin en dan kan je het wiel eruit nemen. Wel rekening mee houden dat dat iets lastiger is, omdat het gewicht van het wiel iets hoger is. Dus beter is nog van een noodbinnenband mee te nemen of iets van reparatieschuim voor onderweg. De banden zijn sowieso voorzien met een extra leklaag, dus lekrijden is al iets minder